Wat gaat hier gebeuren vanavond, Josephine? Wij weten er niks van. Ik zei Josephine. Oh, sorry. Wij hebben vanavond een ladies night met het thema Rotterdam en Rotter. Nou, het rijdt er eigenlijk om dat wij de mannen... Ik breek even in, het gaat te lang duren. Wij hebben gewoon een mannenavond. Hè. Als het live is, kom even naar deze kant op. Ja. Wat gaan we doen? Maar ik heb begrepen dat jullie gescheiden carnaval gaan vieren vanavond. Ja, na zoveel jaren waren wij het daar eens echt mee eens. Maar ze kunnen toch niet zonder ons, dus komen we straks allemaal zo weer terug. Ik heb wel gehoord dat er een heel complot is. We hadden hier ons eigen chaoshuis. Gaan als gezellig adjudant ontspannen samen. Juist. We zijn er al een keer uitgeknikkerd hier door die dames. Ja, stoot op deze. Ja, en ze hebben ons wapen van chaos verduisterd. Stoelen. Ja. Ze lag in de put, maar hij wilde hem terugstoppen. Ik weet niet of dat jullie dit weten, maar dat is een strafbaar feit. Dat is gewoon diefstal, hè? Dat is gewoon diefstal. Zijn dat vergeten? Dat is niet correct. Oké, maar nu zijn jullie... En zo te zien zit er ergens in een van die kapsels verwerkt. Je bent wel benen, hè? Jullie bevinden je nou in het vrouwengedeelte, Theo en Frans. Ja, Theo. Is onder jouw bescherming. Nou, dan zijn we overal thuis. Wij zijn, wij hebben wel een diepere krochten, daar zeg ik. Tweede keer. We gaan naar de overkant. Wat ga je maken van me? Ja, dat wilde ik niet zeggen. Wat gaat u maken van me? Dat is nooit van tevoren. Het is beeldhouwer, dus je weet nooit van tevoren wat het gaat worden. Nou, je kent jou dadelijk niet meer terug. Wat ben je mooi geworden? Ja, mooi hè? Je ziet ook zo mooi aan. En aan de zijkant? Was wel mooi. Ja. Als ik kan lopen. Wacht naar een meer waard, wel wat glitter. Dat is chique, hè? Ja! Oh, ja! En ik vond het wel.
Durven wij de mannenkroeg in? Durven wij de mannenkroeg in? Ja, ik wel. We gaan. Gaat het hier gebeuren? De mannen wonen elkaar in. We zullen de vrouwen eens laten zien dat wij als mannen echt kunnen feesten. Ja. En dan gaan we op dus. Het is vanavond heel gemakkelijk praten en we hebben geen dames binnen. Maar je kunt ook alles zeggen. Geen gezeik. Er zijn altijd uitzonderingen van de dames die toch wel binnen mogen. Alleen we hebben laten horen voor jullie, voor de mannen, voor de echte mannen. Slash!